Goeiedag allemaal, dit is de uitleg van de reflexopstelling. Bij reflex gaan we verwarmen, mogelijk om reactie te laten opgaan. Bij het verwarmen zouden er componenten in gevormde producten beginnen verdampen. Om dit verlies te vermijden, wordt er een Liebigkoeler bovenop geplaatst, waardoor de componenten terug zullen condenseren en terugvallen naar de kolf. Voordat we beginnen met het maken van de opstelling, is het belangrijk dat we het materiaal lichtjes invetten met siliconenvet. Ter demonstratie. Dus we brengen een lijn aan op het slijpstuk en brengen dit zo aan en draaien rond voor een homogene spreiding. En op deze manier zal er een betere dichting bekomen worden. Het invetten zal gebeuren bij de Liebigkoeler en wordt geplaatst in de kolf en dan verder gedraaid. Daarnaast is het ook nog belangrijk dat er kooksteentjes worden toegevoegd aan de oplossing. Dit zodat het koken homogeen zal gebeuren. Ten slotte wordt er ook altijd gekeken dat de afstand van het draadnet en de kolf enkele millimeters is. Dit voor een goede spreiding van de warmte. Als men ziet dat de opstelling in orde is. Oh wacht, nee, bij de Liebigkoeler. Het is belangrijk dat de doorstroming van het water van onder naar boven gebeurt. En als men dan ziet dat de opstelling in orde is, kan men beginnen met het water aan te zetten en vervolgens het gas. Vervolgens ziet men uiteraard de trekkas dicht en ziet men ook dat deze aanstaat. Wat belangrijk is bij de reflex is dat men rekening houdt met de grootte van de vlam. Dit omdat bij een te hoge temperatuur er mogelijk de Liebigkoeler de gasdeeltjes niet gecondenseerd zal krijgen en deze dus gewoon zou doorstromen. En als de vlam niet te hard genoeg staat, zal de reactie niet opgaan bijvoorbeeld, of zullen de deeltjes niet verdampen. Daarnaast is het ook belangrijk dat men aanwezig bij de opstelling blijft. Dit voor als er mogelijk barsten aanwezig waren in het materiaal, zodat deze niet zouden verder breken. Als men ziet dat de reactie verlopen is, kan men het gas uitzetten. En vervolgens ook het water.